En dan ga ik beginnen met werken. Maar ik zou jullie nog eventjes vertellen hoe je mee kan doen aan de winactie. Is lekker? Lekker. Wat denk jij? Je hebt geknoeid. Nee. Amarene kersen. En kaneel. En gezouten toffee. Als je het gaat mis. Waar is jouw ijsje? Romantisch, soms zonder gaan kijken. Duurt nog een 3 kwartier. Oké, we gaan naar huis. Moet je nog medicijnen mee? Ik moet eerst nog even wat eten. Ooit. Het is hier zo warm. We hebben wat spulletjes gepakt. Wat eten. Het is veel te warm om in de tuin te zitten. Het is veel te warm om binnen te blijven. Op het strand is het veel te druk. Dus wij gaan eventjes met de scooter een rondje toeren. Ik hoop dat de weg wat rustiger is, maar ik ben bang van niet. Maar we gaan eventjes door de polder volgens mij. En een rustig plekje opzoeken. En dan gaan we eventjes wat eten. Ik heb al een aantal dagen niet gevlogd. Eigenlijk omdat we in de weekenden niet zo heel veel te doen hebben nog. Omdat veel dingen natuurlijk nog niet mogen of nog niet open zijn. Maar vandaag komen er 2 vriendinnen. Eva en Michelle. En het zijn 2 huisgenootjes van elkaar. Ik ken ze vanaf de basisschool. Eentje zelfs vanaf groep 3 volgens mij al. Maar ik denk dat we straks eventjes over het strand gaan wandelen. Of ergens een kopje thee gaan drinken. Of iets anders. Ik weet eigenlijk niet wat we gaan doen. Maar goed. Ik gebruik trouwens sinds een aantal dagen voedingssupplementen. Even laten zien. Dat zijn deze. Hier zitten pillen in. Die zien er zeg maar zo uit. Er zit een soort broccoli extract zit daar ook in. Die gebruik ik elke ochtend en elke avond. Zelf verkoop ik deze niet in de salon. Maar ik heb ze al eens eerder gebruikt voor de onzuiverheden op mijn gezicht. Dat was me eigenlijk wel heel goed bevallen. Ik ben ook van hydropeptide andere producten gaan gebruiken. Dat zal ik zo meteen wel eventjes laten zien. Ik heb nu wel die zonnebrand op die ook je huid egaliseert. Maar het ziet er echt al een stuk beter uit. Ik ben er echt zo blij mee. De producten die ik nu gebruik. Even kijken. Als reinigingsproduct gebruik ik deze, Purifying Cleanser. Deze kan je trouwens ook als een maskertje gebruiken. Dit is de reiniging. Welke ik daarna gebruik is deze, de Hydra Flora. Dit is een toner. En welke ik als dagcreme gebruik is de Aqua Boost. Deze producten die zijn allemaal gebaseerd op een wat onzuivere huidtype. En daaroverheen, om de huid te egaliseren, gebruik ik de zonnebrandcreme factor 30 met een kleurtje erin. Dus ik ben wel blij dat het nu weer even wat beter gaat. Die is weer wakker. Wij zijn
even onderweg naar de Italiaan. Want daar wilden we afgelopen donderdag een ijsje halen. Hebben we ook gedaan. Maar we hadden nog een cadeaubon. En we dachten dat we die daar ook konden besteden. Maar dat was dus alleen voor het eten daar. Dus wij gaan eten ophalen. Pizza. Nee, jij pasta. Nee. Iets gezond. Ik heb pizza. Lekker. Oh, hij is nog niet gesneden. Ah, dat voor jou is echt heet. Oeh. Lekker. Eten. Slechte dag eigenlijk. Eerst op het terrasje. Bitterballen. Bitterballen? Kaasengels. Nachos en wijn en een pizza. Ik ben voor vandaag weer lekker klaar met werken. En het zonnescherm die gaat ondertussen eventjes omlaag. Maar goed, ik moet nog eventjes langs de brievenbus. Want ik ga een envelop opsturen met wat testers erin. En ik moet nog eventjes een cadeaubon langsbrengen. En voor de rest heb ik van mijn andere merk, Nouvital, heb ik nieuwe producten binnengekregen. Allemaal in een nieuwe verpakking en dat ziet er echt vet mooi uit. Dus dat ga ik eventjes laten zien. Wellicht hebben jullie het al lang zien komen op social media. Maar dit zijn de oude verpakkingen. Trouwens ook met een pompje. Er zit een lipje in. Als je die eruit haalt, kan je hem gebruiken. En dit zijn de nieuwe verpakkingen. Ik vind ze echt super mooi. Ze zien er qua kleur ook wel weer een beetje hetzelfde uit als de hydropeptide lijn. Dus dat past er mooi bij. Gaat ook op voor welk huidtype het is. De inhoud die is trouwens hetzelfde, maar de hoeveelheid is anders. Dit is 100 ml en die heb ik ook in 200 ml. En de nieuwe verpakkingen, dit is 125 ml. En heb ik ook een grote verpakking van. En deze is 250 ml. Dus ja. Dat is allemaal weer mooi bij elkaar. Deze week ga ik nog een winactie houden. Ik had op Instagram had ik een poll gepost. Met in de eerste instantie de vraag van of jullie het leuk vinden om een product te winnen van hydropeptide of een behandeling. En merendeel had eigenlijk wel een behandeling gestemd. En toen had ik er nog eentje aangemaakt met de vraag van wat voor behandeling zouden jullie graag willen winnen. Is dat een behandeling van 30 minuten van hydropeptide? En dan pas ik uiteraard de behandeling aan op het huidtype. Of zouden jullie een wimperlift willen winnen, inclusief het verven van de wimpers? En dit is daarvan de uitslag. 59% heeft gestemd voor een gezichtsbehandeling en 41% voor de wimperlift. Maar voor deze ene keer ga ik beide behandelingen weggeven. Dus één iemand wint de gezichtsbehandeling en één iemand wint de wimperliftbehandeling. Ik ga morgen vertellen wat je hiervoor moet doen. En wanneer de winnaar, et cetera, bekend wordt gemaakt. Ik ga nu eventjes de salon opruimen en schoonmaken. En de planten water geven. En dan ga ik richting de brievenbus. Dit zijn trouwens echt super chille schoentjes. Ze zijn nog wel een beetje oud, is ook een beetje te zien. Maar als ik bijvoorbeeld in de zomer even geen zin heb om mijn nagels mooi te maken, dan doe ik gewoon lekker deze aan. Ik zit eventjes op de site van de Sting. Ik had even wat nieuwe kleding nodig. En ze hebben daar altijd echt superleuke dingen, vind ik. En ze hebben nu heel veel afgeprijsd en gratis verzenden. Deze bijvoorbeeld heb ik zelf al in het groen en die is nu maar 10 euro. Een rokje. Kijken of jullie hem zo beter kunnen zien. Oh ja. Deze kleuren. Ik vind het altijd wel een beetje lastig met de maat. Ik ging eigenlijk een beetje kijken voor t-shirts. Maar ik heb er nu ook twee truien bij gedaan. Deze zijn nu maar 20 euro per stuk. En meestal zijn truien altijd best wel duur. En ik vond deze echt vet leuk. Een t-shirtje. Een beetje met een slangenprintje. En nog een blouseje. Ik draag eigenlijk niet heel vaak blouses, maar ik vond deze eigenlijk wel leuk. Deze gaat toch de helft terug, omdat het dan toch niet leuk is of het past niet goed. Dus ik ga deze 6 items eventjes bestellen.
vragen. Ik ga me zo meteen eventjes omkleden en dan ga ik beginnen met werken. Maar ik zou jullie nog eventjes vertellen hoe je mee kan doen aan de winactie. En eigenlijk drie dingetjes wat je moet doen. Het eerste is abonneer je op mijn YouTube kanaal. Als tweede, ik heb zowel op Instagram als op Facebook een post gedaan over deze winactie. Deel dit bericht en als laatste tag twee personen in het bericht op Facebook of op Instagram. Dat kunnen bijvoorbeeld twee vriendinnen zijn of je moeder en een tante of je buurvrouw. En zo maak je kans op de gezichtsbehandeling of op de wimperliftbehandeling. In mijn volgende vlog, dus precies over een week, maak ik de eerste winnaar bekend. En in die vlog daarna maak ik winnaar nummer 2 bekend. En hiermee sluit ik ook weer mijn weekvlog af. Vond je het weer leuk? Doe dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. En tot de volgende weekvlog.